Goeiedag, Jeroen Zoeterman. Goeiedag, u had beelden voor mij. Kunt u in uw kantoor op dit moment voldoende inkomen verwerven met toevoegingszaken? Nee, alleen met toevoegingszaken is het niet mogelijk om voldoende inkomen te genereren. Maar nog veel belangrijker is om op een zodanige kwaliteit te werken dat de verdachte goed wordt bijgestaan. Dat is alleen op basis van Prodeo werkzaamheden niet mogelijk. Waarom niet? Omdat de vergoeding die daarvoor verstrekt wordt en vooral de beperking die er is in de extra werkzaamheden voor de advocaat, die is onvoldoende. En dat maakt dat de overheid, vertegenwoordigd door de Raad voor Rechtsbijstand, onvoldoende de gelegenheid biedt om goede en zorgvuldige rechtsbijstand te laten leveren aan een verdachte. En wat heeft dat voor consequenties? De consequentie is heel simpel dat er advocaten zijn die minder goed dan dat ze zouden willen voorbereid zijn op een zitting. Dat verdachten daardoor een minder goede advocaat naast zich hebben staan dan ze zouden moeten hebben als de financiering adequaat is. En heel lang hebben advocaten gedacht, dat laten we niet het probleem van de verdachte worden. Maar op een gegeven moment is daarin een grens bereikt. Die grens is bereikt bij een heleboel strafrechtadvocaten en ook bij ons. Een advocaat heeft ook een soort filterfunctie soms in een rechtszaal. Er is een zedenzaak en mijn cliënt wordt verdacht van misbruik van een vrouw. Die vrouw wordt op de zitting verhoord. Ik stel de vragen over het algemeen. Als ik er niet ben en mijn cliënt die wordt verdacht van die verkrachting gaat haar die vragen stellen, komt dat de kwaliteit van de rechtspraak ten goede? Ik denk het niet. Dat wordt een drama. Op juridisch vlak, op emotioneel vlak. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden te verzinnen waar de advocaat een onmisbare schakel is in de rechtszaal. Die weg gaat vallen en dan wordt het inderdaad een puinhoop. Maar dit probleem geldt ook voor de asieladvocaten en ook voor de familierechtadvocaten en ook voor de rest van de sociale advocatuur. De overheid ziet onvoldoende in wat daar misgaat en dat de Prodeo-advocatuur langzaam maar zeker aan het afglijden is naar een advocatuur waar echt niet meer de kwaliteit kan worden geleverd die we in onze rechtsstaat willen hebben. En minister Dekker zegt bijvoorbeeld als reactie daarop, kijk eens naar de landen om ons heen. Daar hebben ze een veel minder goede financiering en die redden zich ook. Maar je moet dat omdraaien. Er zijn landen die het minder hebben om ons heen in Europa. Maar wij moeten voor Polen, Oekraïne, Turkije, Hongarije, moeten wij een voorbeeld zijn. We moeten niet denken, het is daar heel slecht, dus het kan hier ook wel wat minder. We moeten denken, wij moeten hen laten zien hoe het moet zijn. En dat is de grote denkfout van minister Dekker. Het is bijna niet over te brengen aan de mensen gewoon op straat waarom dit zo'n groot probleem is. Want als je tegen de mensen op straat zegt, de daders hebben minder goede advocaten en krijgen hogere straffen, zal vrees ik 90% denken, wat een goed idee. Ja. Maar daarbij vergeten ze dat het hier niet gaat om die individuele verdachten waar dat om gaat. Maar dat het gaat om een veel breder idee van een rechtsstaat waar elke burger verdachte kan worden en elke burger die verdacht wordt een goed advocaat moet hebben. Want diezelfde mensen die op straat zeggen, wat een goed idee dat er een hogere straf komt, zitten een maand later aan mijn bureau en trekken dan de haren uit hun hoofd als ze horen wat het betekent voor hun zaak. Waar ze misschien onschuldig zijn. En waar ik kan zeggen, ja, je bent misschien wel onschuldig, maar ik weet niet of we het gaan redden. Het probleem vind ik dat de politici het ook niet zien. Maar we moeten hopen dat er een coalitie van partijen komt die inzien dat de gefinancierde rechtsbijstand onder de ondergrens staat van wat we in Nederland willen hebben en dat ze daar iets aan moeten doen. Ja. Want ik denk alleen als vanuit het werkveld komt, er komen zaken stil te liggen, we kunnen niet meer verder, dat loopt allemaal vast. Als de rechters dat zeggen, als de officieren dat zeggen en het blijkt ook omdat de advocaat dat zeggen, dat de minister dan inziet wat er moet veranderen.